3, 4 en 6. En we schuiven naar elkaar toe in het klassement. Dus dat maakt het wel mooi. En er is uiteindelijk ja, gewoon een hele goede dag, maar nog niks gewonnen. Potrebbe essere protagonista di un verso il trapasso di New York. Sulla Cina d'Italia, campione di rosa per la Rabobank. I was a little bit stressful before the debut start because I wanted to keep my white jersey and also defend the jersey of Marianne. So it was a really good day for all the team and I'm really happy with that. Stage. I really would like to win this stage, but yeah, when Emma and Mara came by me, I knew it was going to be hard, and yeah, at the end I couldn't go harder, so I'm happy with my third place. Yeah, I think everybody wants to attack us now, so yeah, it will be the last stage, so we have to give everything to defend our jersey. Also now I'm third in the overall classification, so it's a very good result for the team. Yeah, and we have to fight for it. Nou ja, ik kon niet beter. Ik heb alles uitgehaald. Ik ben de laatste 2 kilometer, weet ik niet waar ik het vandaan heb gehaald om überhaupt nog aan de finish te komen. Maar ja, goed, dan is het gewoon ieder voor zich en zo, zien boven te komen. En ja, dan kijk je boven wel weer hoe je er dan voor staat. Weet of kunnen we er niet voor staan. En nou ja, ik start nog een dag in het roze in ieder geval.